Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Rutger Klaassen, hoogleraar economische ethiek en politieke filosofie. Rutger, leuk dat je hier in Leiden bent. Ja. Jij werkte in Utrecht. Ik werk in Utrecht. Ja. ja. Als filosoof? Ja. Maar wel gericht op uh, vragen van bedrijfsmacht. Ja, eigenlijk probeer ik in, in al het werk dat ik doe. Uh, je zei het net, economische ethiek en politieke filosofie. Dus uh, vanuit de filosofie te kijken naar politiek en economie en waar die elkaar raken. En uh, nou, het onderwerp van, van bedrijven en hun macht en hun maatschappelijke positie is, denk ik, daar uh, een prachtig voorbeeld van. Ja, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ja. ongelijkheid, denk ik. Ongelijkheid. Uh, ik ben op dit moment ook bezig met een groot project over eigendom. Uh, wat is eigendom eigenlijk? Wat voor eigendomstructuur in de economie hebben we? Uh, in het verleden dingen gaan we bijvoorbeeld over mededingingsrecht en daar vanuit een filosofische blik naar kijken. Uh, marktwerking en de grenzen aan de markt. Um, nou ja, verschillende onderwerpen waarbij wij die werelden elkaar raken, die uh, boeien mij het meest. Leuk, nou we gaan vandaag eens kijken wat we ja. allemaal kunnen bespreken, maar ik ja. dacht als hoofdvraag uh, waar jij veel over geschreven hebt, wat is, wat is een bedrijf nu eigenlijk? En hoe kun je daar als filosoof naar kijken en hoe verschilt dat ook van wat men doorgaans denkt dat een bedrijf is? Als ik het even heel plat sla, ja. dan ja. zie je toch een soort stroom van, van ideeën rond een bedrijf is er ja. om winst te maken, dus het is een winstvehikel, ja. misschien is het er om marktmacht ja. te consolideren, maar eigenlijk gaat het toch om geld in bedrijven. Ja. Dat ja. heb ik altijd al te kort in de bocht gevonden. Maar ja. kun jij eens een, een rijker begrip daarvan uh, schetsen vandaag in dit gesprek? En dan, uh, misschien wil je er meteen ja. al wat op zeggen... Ja. maar een van de manieren waarop we het zouden kunnen bespreken... Ja. is denk ik meer historisch. Ja. Hoe is eigenlijk ons idee van bedrijven ontstaan? Dus misschien kun je eerst schetsen van of het klopt... wat ik denk dat veel mensen toch vinden dat het bedrijf is. En, en dan historisch dat is verder uitpakken. Uh, waar, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Hoe is dat begonnen, de ja. eerste bedrijven? Ja. Ja. Uh, dat is een enorme, lange, complexe vraag. Maar ik laat me proberen om het, om het zo simpel mogelijk uh, in beeld te krijgen. Um, het begrip dat je net gebruikte van een bedrijf als een winstgeoriënteerde uh, onderneming, dat komt eigenlijk uit de economie. Het is dus sterk verbonden aan het idee dat bedrijven op de markt uh, functioneren. De, de economen uh, noemen dat een, een firm in de, in de Engelstalige literatuur. Um, in een firm werken verschillende groepen samen: uh, werknemers, uh, aandeelhouders, andere groepen. Um, om zoveel mogelijk winst te maken. Althans, dat is uh, wat de economische modellen um, vragen van een bedrijf. Um, wat mij met name interesseert is een, is een langere lijn die eigenlijk veel meer aansluiting zoekt bij het recht, um, waarin een bedrijf een, een abstracte rechtsvorm is, een rechtspersoon uh, die handelt uh, voor eigen risico en op eigen naam. Um, en dat idee, uh, dat heet in het Latijn een universitas, hè, dat begint al, heeft al wortels in, 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 uh, in, de Romein, in het Romeinse recht, um, heeft een veel langere aanloop uh, dan, uh, dan het economische begrip. En dan moet je eigenlijk gaan kijken, nou je kunt helemaal terug naar het Romeinse recht, maar laten we hier beginnen met um, eigenlijk de herneming daarvan in de middeleeuwen. In de middeleeuwen werd het idee van een, um, een abstracte rechtspersoon, een universitas, uh, voor het eerst verder uitgewerkt, vooral in de context van de katholieke kerk, hmm. waarin uh, kloosterordes um, uh, en later uh, hè, was daar een soort spil over naar, naar gildes, uh, naar steden, uh, naar de eerste universiteiten, hè, etymologisch stuk Universitas Studiosorum, de, de gemeenschap van geleerden. Al die verschillende groepen die gingen zich uh, manifesteren in het recht als een universitas, een abstracte rechtspersoon. En zo'n rechtspersoon die handelt dus namens de leden maar voor eigen rekening en risico. Hij wordt vertegenwoordigd door een bestuur. bestuur dat bestuur handelt namens de rechtspersoon. Als de staat der Nederlanden of de katholieke kerk handelt. dan is het de paus of het is Mark Rutte die handelt. Maar die handelen niet namens zichzelf, maar die handelen namens het geheel van de leden. Nou, en dat begrip. werd dan vanaf de 17e eeuw voor het eerst ook in de commerciële sfeer ingezet. Um, en dat. Uh, Veranderde het idee van de universiteit, of althans die vorm werd aangepast op uh, de commerciële sfeer, op het bedrijfsleven. Uh, maar uh, ja, dat gaf ook een geheel nieuwe dynamiek. Um, mm. Kort gezegd, um, wat je krijgt, en dat begint eigenlijk bij de, de, de VOC, onze VOC, die samen met de East India Company van de Britten de eerste twee grote uh, vennootschappen waren, uh, waarin dus commercieel uh, gehandeld werd. Uh, in die nieuwe universitasstructuur, um, daar zie je dat um, de vorm zoals die uit de middeleeuwen bekend was, aangepast werd. Uh, er was nog steeds en er is nog steeds, natuurlijk, een bestuur. Uh, er is een raad van bestuur vandaag bij elk bedrijf. Er zijn leden, maar die leden zijn nu niet meer de, de hoogleraren van een universiteit uh, uh, of, uh, uh, of uh, de, de, de kardinalen in, in de kerk die de nieuwe paus kiezen. Nee, dat zijn nu de aandeelhouders. En die aandeelhouders gaan geld inleggen in het bedrijf, in de onderneming. Dat ze niet meer terug kunnen krijgen. Heel interessant. Dus voordien waren er wel handelscompagnieën, maar daarin werd na elke reis, bijvoorbeeld naar een, een kolonie weer afgerekend en dan uh, werd het bedrijf weer ontbonden. Nu ontstond een permanente rechtspersoon uh, waarin het geld werd ingelegd en dat kon je niet meer als investeerder terugkrijgen. Um, in ruil daarvoor kreeg je een recht, of althans een mogelijkheid dat er een dividend zou worden uitgekeerd. Hm. Um, en er kwamen ook beurzen waarop die aandelen werden verhandeld. Nou, dat veranderde de hele dynamiek eigenlijk. Um, en daar is nog steeds discussie over wat er gebeurd is en welke gevolgen dat heeft gehad. Uh, dat er niet meer, want er was natuurlijk al commercie, maar dat die commercie dus niet meer plaatsvond voor eigen rekening en risico. Maar nu uh, binnen de context van een abstracte universiteit als een, een instelling met een eigen bestuur en een eigen rechtspersoonlijkheid. Ja, span, spannende ja. ontwikkeling geweest, ja. te meer omdat Nederland hier een belangrijke rol in speelt. Ja. Dus ja. Het, is, het is gek dat wij zowel uh, ja. die eerste grote bedrijven in bezit hadden, of dat, we, ja. dat, dat ja. de mensen die hier woonden ja. in de zeven Verenigde Provincie, ja. dus die dat soort bedrijfsconstructies opzetten. Ja. Uh, en, en dat wij dus ook die beurzen ja. ha hadden en daar ja. ook um, nogal enthousiast uh, ja. Ja. op, op ja. speculeren. Dat, ja. dat, dat is een dubbel iets. hè? Dat, 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 ja, dat, uh, dat de uh, Nederlanders uh, daar gek genoeg dus al zo, zo vroeg bij waren. Ja, nou dan weet ik niet of we in dit geval uh, trots moeten zijn of niet. Uh, want het is, een, uh, ja, sure. het is een uitvinding geweest met een heel dubbel gezicht. Hè. Dus enorm veel economische historici die, uh, die de geschiedenis veel beter nog uh, in detail kennen dan ik. Die, uh, die benadrukken dat dit een, een, echt een institutionele revolutie was. Uh, die ook een enorm uh, positieve effect heeft gehad. En sommigen zeggen zelfs dat het kapitalisme vandaag de dag eigenlijk niet had kunnen bestaan zonder die structuur. Um, maar er zijn vandaag de dag, en ik denk dat we daar straks ook nog wel uitgebreid over te spreken komen, ook steeds meer critici en mensen die de keerzijde van dit uh, model eigenlijk bekritiseren. Ja, ja. um, wat, ah. wat is namelijk het springende punt? Mm. Op het moment dat jij als aandeelhouder in een bedrijf uh, investeert, um, hè, dan is het risico uh, dat je leidt is dus zeer beperkt. Terwijl als jij als kleine ondernemer, zonder dat jij een vennootschap opricht, um, onderneemt... Uh, ja, dan ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming. Dat is natuurlijk ook een reden voor veel kleine uh, ondernemers om bijvoorbeeld een BV-structuur te, uh, te adopteren. Uh, om zich te hullen in het gewaad van een BV. En het kabinet was daar onlangs ook weer, weer kritisch over. Of althans, uh, kringen achter het kabinet. Dan moeten we daar niet wat aan gaan doen, want we hebben heel veel BV's... Um, waarin dus ook vermogen kan worden geparkeerd. Um, je kunt je vermogen ja. daarin inleggen. Je bent niet aansprakelijk voor de risico's. Um, althans, natuurlijk, je kunt je inleg verliezen. Je aandeel kan waardeloos worden. Maar als er schulden zijn, uh, dan komen die niet op jouw bordje terecht. Omgekeerd, als uh, jij persoonlijke schulden hebt... dan komen die ook niet op het bordje terecht van het bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt. Um, mm. dit, noemen, uh, dit noemen juristen, noemen dit entity shielding. Dus de, de entiteit, het bedrijf, wordt eigenlijk afgeschermd van de aandeelhouders... en de aandeelhouders worden afgeschermd van de entiteit... Beide leiden een eigen economisch leven. Alleen er is wel een lijn, namelijk dat de aandeelhouders uit het bedrijf dividend kunnen trekken en kunnen proberen waardevermindering uh, te cashen door middel van een hogere aandelenprijs. Nou, dat maakt het voordelig voor aandeelhouders om te kijken naar bedrijven als iets dat moet worden gestimuleerd om op korte termijn veel risico te nemen en veel winst uh, te creëren. Die kan worden uitgekeerd aan hen uh, of zij kunnen hun aandelen verkopen omdat de koersen stijgen. Um, maar er zijn ook allerlei andere partijen bij bedrijven betrokken. En de vraag is natuurlijk of dat hoge risicobeleid voor hen wel uh, zo goed is. Nou, dat zijn eigenlijk de twee kanten. Aan de ene kant stimuleert het dus mensen om te investeren in een bedrijf, deze structuur. Um, want ze kunnen een klein deel van hun, uh, van hun vermogen erin inleggen. Ze kunnen ook diversifiëren, dus hun vermogen op vers in verschillende bedrijven inleggen. Hm. Dus je hoeft nu als ondernemer niet meer al je kaarten op één bedrijf te zetten, maar je kunt je portfolio diversifiëren. Uh, tegelijkertijd um, uh, uh, ja, ben je niet aansprakelijk voor de, uh, voor de schulden. Um, dus je bent ook enigszins uh, ja, gevrijwaard van, van de meest heftige gevolgen als, als een bedrijf failliet gaat. Met negatief gevolg dat je ja. dus kunt gaan speculeren met het vehicle. Nou, dat het een bepaalde, gaan een, nemen. een bepaalde stimulans geeft vanuit het aandeelhoudersperspectief om meer risico te nemen. Ja. Ja, omdat de upside, als het heel goed gaat, is voor, voor de aandeelhouder. Althans, als het bestuur besluit ja. om ook de aandeelhouder vervolgens uit te keren. En dat is natuurlijk een enorm belangrijke corporate governance vraag vandaag. Hè. Moet het bestuur nu uh, vooral de aandeelhouders bedienen of alle partijen die bij de onderneming ja. betrokken zijn? Um, maar de structuur geeft dus in ieder geval de mogelijkheid dat het aandeelhouder en het bestuur ja. zeer nauw met elkaar verbonden worden. Het bestuur de aandeelhouder ja. dient en de aandeelhouder uh, voorop zet uh, bij het vooral kijken naar het maken van koerswinsten en, en dividenduitkeringen. Ja. En, um, uh, ja, en dan vervolgens is, ja, geeft dat dus een soort prikkel voor aandeelhouders om op een bepaalde korte termijn manier naar bedrijven te kijken. Mm. Nou is er een, een, een soort manier van dit conceptualiseren ja. van er is een Amerikaans-Anglo-Amerikaans -Amerikaans model, ja. wat ook al wordt geassocieerd met het uh, neoliberalisme. Ja. En er is een Europees model, ja. omdat je net ook even begon in Europa met de universiteiten. Ja. En in het Europees model is er al van zeggen een veel bredere benadering ja. van de aandeelhouder. Ja. En zou je kunnen zeggen, een ethiek aan de kant van de aandeelhouder om zich wat netter te gedragen. Bijvoorbeeld waar het gaat om lange termijn investeringen, ja. die te prefereren boven korte termijn. Daarom zien we bijvoorbeeld dat in Duitsland in, in bedrijven veel investeringen zijn naar andere grote bedrijven. Dat um, ja. iets anders is dan uh, aparte investeringsbedrijven, die ja. vooral die bedrijven zitten. Dus die bedrijven bezitten elkaar vooral, waardoor je ja. veel meer coöperatieve inspraak hebt. Ja. Dus je zou een soort model kunnen onderscheiden. Herken jij dat nog terug in onze ja. economie? Ja. Er zijn verschillende modellen. Dus ik denk, wat je nu schetst, is de bekende tegenstelling tussen Anglo-Saxisch en een meer Rijnlands model. Um, en die tegenstelling die was er ook van oudsher. Maar er wordt wel de laatste twee, drie decennia heel veel gediscussieerd over hoe houdbaar die tegenstelling nog eigenlijk is. Um, en ja, er is een hele discussie geweest over varieties of capitalism, uh, zo'n 15, 20 jaar geleden. He, waarbij de, de grote vraag was: zijn die verschillende varianten van het kapitalisme, waarin inderdaad hoe de ondernemingen zich positioneren centraal staat, zijn die verschillende varianten niet aan het convergeren naar het Anglo-Saxische model? Mm -hmm. Kun je nog wel echt een Rijnlands model uh, van ondernemen hoog houden op het moment dat je um, uh, ja, wereldwijd met elkaar in concurrentie gaat? Want het Anglo-Saxische model is, uh, doordat het veel meer uh, door, door korte termijn financiering geleid wordt, veel wendbaarder, veel flexibeler. En uh, daarmee is het soms moeilijk concurreren. als jij in langere lijnen gelooft. en in stabiele financiële investeringsrelaties. Ja. Um, en ja, ik denk die... zelf dat we in Nederland ook. behoorlijk wat opgeschoven zijn in die Angelsachtse richting. En soms hebben we een zelfbeeld dat dat niet zo is. Dat we eigenlijk nog heel erg Rijnland zijn. En ik denk dat. Het is nog zeker een tegenstelling en ook uh, nou ja, informeel, als dus ik van, van vrienden en kennissen hoor die bijvoorbeeld bij Amerikaanse bedrijven werken in een vestiging in Nederland, dan hoor je toch nog wel dat er een andere corporate culture is dan in veel Nederlandse uh, bedrijven, waarin het er nog wat harder aan toe gaat. Dus de, daar zijn nog wel verschillen, maar wij zijn wel ook meer opgeschoven. Dus de hele de wind van, van Reagan en Thatcher en, en Friedman, die is niet aan Nederland voorbij gegaan. Sterker nog, ik denk dat wij op het continent een van de landen ja. zijn die daar het meest door beïnvloed is. Ja, vermoedelijk met Duitsland samen zelfs. Ja, dus de, ja. dat, dat, dat misschien Frankrijk en Italië en Spanje daar nog... Ja, daar is ook de rol van de staat van oudsher natuurlijk ja. anders. Ja. ja, voordat we daarop ja. op ja. doorgaan, nog even ja. over die convergentie die je ja. zei. Want een van de, de problemen is natuurlijk ja. dat die Amerikaanse bedrijven... in hun gerichtheid op aandeelhoudersmaximalisatie... Ja. de meer Rijnlands georiënteerde bedrijven ook als prooi zien. Dat ze denken van, nou, oh, uh, die zijn nog sociaal georiënteerd... dus die ja. kunnen we nog afslanken, ja. uh, splitsen en doorverkopen. Ja. Dus juist voor die consultancy-benadering van bedrijven. Ja. om andere bedrijven uh, als handel te zien. zijn wij heel ja. interessant. Ja, ja. Het, het is heel. er is een mooi artikel van twee juristen. Die uit 1999. Zo. En die schreven een artikel. Uh, the End of History for Corporate Law. Um, en daar betoogden zij. Dus de Fukuyama was uh, zeven of acht jaar daarvoor geweest. begin jaren 90. He, the End ja. of History in zijn totaliteit. Dat uh, Fukuyama's boek ging over. De, ja, het, 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 het liberalisme dat is in de hele wereld ideologisch zou hebben overwonnen. Binnen het ondernemingsrecht zie je eigenlijk hetzelfde. Er is nog maar één model. Vroeger geloofden we nog in bedrijven die door werknemers werden uh, geleid of door sta in staatsondernemingen. Nu is de aandeelhouders uh, geleide onderneming eigenlijk het enige mogelijke model geworden. Ja. Nou, en gek genoeg zie je dat dat. Ik, eigenlijk een eindpunt was van de discussie, zeker in de anglo-saxische uh, wetenschappelijke literatuur was dat, werd dat breed omarmd. Um, en in de loop van de jaren nul en de jaren tien zie je dat er steeds meer kritiek op komt. En, en zeker in de stroomverstelling na de financiële crisis van 2007-2008, uh, en dat heeft de laatste tien jaar zich doorgezet, uh, zie je dat daar weer meer vraagtekens bij worden gezet. Net als bij Fukuyama, ja. um, met zijn bredere stelling over de, ja. de overwinning van het liberalisme, zie je dat we ja. Daar nu ook weer van terugkomen. Um, zelfs in Amerika, hè, waar een opvallende uitspraak is geweest een paar jaar geleden van de, van de Business Roundtable, een, een, een gezelschap van uh, grote Amerikaanse bedrijven, waarvan de CEO's allemaal een verklaring ondertekenden: dat we de purpose van corporations, de corporate purpose, het doel, de missie, het, het, de raison d'être van de onderneming, niet meer moeten zien in aandeelhouderswaarde maximaliseren, maar in het balanceren van de belangen van verschillende bedrijven. Stakeholdergroepen die een belang hebben bij het bedrijf. Werknemers, de lokale gemeenschap waarin het bedrijf is ingebed, uh, leveranciers van het bedrijf, crediteuren, de overheid en de samenleving als geheel. En het milieu, toekomstige generaties, dieren, ecosysteem. Ja. Een breder palet dus. Ja. Maar ja, wordt dat waargemaakt? Ja, wordt in hoeft die... Want als ja. je kijkt naar bijvoorbeeld ja. moderne techbedrijven in Silicon ja. Valley ja. en uh, wat je daarover leest, die. die, die... Die verzwelgen die hele samenleving. Dus je ziet al bij Google en Facebook dat ze een hele huizenmarkt ook in ja. bezit hebben. Ja. En dat als je daar werkt, dat je dus. Ja, wat is je werkgever precies? Het ja. doet heel erg denken aan werken voor Philips in Nederland in de jaren 50. Daar komt een heel ja. pakket ja. Uh, van, van scholen en vrije tijd. Ja. En, en gewoon uh, de vitale levensvoorwaarden komt daarbij kijken. Dus ja. als je bij zo'n bedrijf gaat werken, is dat niet alleen maar een transactie, dat is een heel leven geworden. Ja. Ja. Dus die zijn, die zijn helemaal doordrongen, doorgedrongen. Ja. Ja. In, in, in hoe die mensen hun leven inrichten... inclusief dus hoe ze shoppen. Ja. Dat, dat is natuurlijk allemaal... Ja. Maar vormt voor tegelijkertijd ook weer, weer een bubbel natuurlijk... binnen de grotere Amerikaanse samenleving. Nou ja, het is solidariteit ja. voor de medewerkers. Ja, ja. 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 Het, is, het is natuurlijk niet solidariteit ja. op maatschappelijke schaal, nee. 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 Ja. Uh, nog even terug naar die, naar die vroege bedrijven in de 17e eeuw... daar nee. heb ik nog een vraag over. Want je zou kunnen zeggen, dat schets jij ook wel... Van dat zijn nog bedrijven die heel politiek... Uh, ontstaan en gelegitimeerd zijn. Ja. Maar moet je eigenlijk ook niet zelf zeggen dat zo'n bedrijf als de VOC misschien niet eerder een soort, soort land was zonder democratie, een soort uh, een politiek instrument zelf was. En dat het misschien ook nog niet eens een bedrijf was, als je er toch ja. vanuit het heden naar kijkt. Met een ja. eigen uh, politieapparaat en een. Ja. Uh, nou ja, en hier, ja, misschien moet je het gewoon leger noemen. Ja. Uh, een eigen soort rechtspraak. Dus wat was. Ja, daar zie je wel een bedrijf ontstaan. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen van dat is een soort lange arm van Nederland geweest. Ja, ja. Met, met heel veel bestuurlijke afstand tot Nederland tegelijkertijd. Ja, ja, ja. Um, ja, daar valt heel veel over te zeggen. Een paar, een paar dingen om mee te beginnen. En, en hier is het Romeins recht wel van belang. Um, daar waren al dus bepaalde vroege vormen van, van uh, dit soort abstracte rechtspersonen. Die door de uh, Romeinse overheid uh, werden toegestaan. Uh, maar die moesten dus wel een expliciete licentie krijgen. Uh, die moesten expliciet het stempel van goed kunnen krijgen. Je moest aanvragen om be een bedrijf te mogen beginnen een abstracte rechtspersoon. Uh, nou, waarom was dat? Nou, dat was natuurlijk vanuit het verlangen van de overheid om controle te houden op wie wel en niet in de samenleving zich verenigt onder één manier. Hmm. Uh, het, um, het, ja, het, het, het centrale um, voordeel van, van een abstracte rechtspersoon zijn, van een universitas zijn een gemeenschap zijn, um, he, tot één gekeerd, univerteren betekent het letterlijk, um, tot één gemaakt uh, is dat je je kunt bundelen. Je kunt kapitaal poelen, bundelen en met dat kapitaal één doel nastreven. En uh, dat geeft dus een bepaalde mogelijkheid tot macht. Want als, heel, als jouw rechtspersoon uh, populair wordt, jouw universiteit krijgt veel, st uh, veel uh, studenten die allemaal collegegeld inleggen, uh, jouw stad krijgt veel burgers die allemaal lokale belasting betalen, dan wordt jouw stad machtig. Nou, wat vindt de koning daarvan? Uh, die is daar natuurlijk bang voor. Dus deze rechtspersonen worden een eigen kleine mini-samenleving, met ook eigen regels. Ze hebben statuten en huishoudreglementen waar de leden zich aan moeten houden. Um, dus dit wordt een eigen kleine mini-wereld, een mini-samenleving. Nou, en historisch laten zien dat die, 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 die niet-commerciële voorbeelden die ik net noemde, um, he, dus van de steden tot de, tot de nou ja, Gilden waren dan wel commercieel natuurlijk, maar tot de Kloosterorden -to Universiteiten, dat de, het opleven van het collectieve leven in die rechtspersonen in de middeleeuwen een hele belangrijke stap was in de ontwikkeling van de Europese samenleving. Dus ja. dat gaf handelingsvermogen dat je in je eentje ja. niet hebt. He, als mm. ik een voetbal of een tennisclub of, of, of een andere sportclub uh, wil beginnen, dan heb ik anderen nodig die gezamenlijk met mijn lidmaatschap geld ja. willen bundelen. En dan kunnen we een terrein aanschaffen om onze sport ja. te gaan beoefenen. Dus Zeker die... in de afwezigheid van de overheid, want dat is dus wel de paradox. Je had toen wel een sterke politiek, dus de, ja. de, de koning, of de, in de ja. republiek, dan degene die het voor het zeggen hadden. Ja. Nou, die maar er koning... was, geen, was geen overheid met organiserend vermogen. Of een hele kleine overheid met organiserend vermogen. Ja, dus, de, dus met name in de middeleeuwen dus wordt het weer veel meer gebruikt uh, nadat een tijd is weg geweest, deze Romeins rechtelijke techniek. Hij wordt verder uitgewerkt. En, um, en de, de koningen proberen de grip op te houden door te zeggen: wij staan toe wie wel of niet, nou, bijvoorbeeld bij steden, stadsrechten krijgt. Dus er komt een oorkonde, oprichting van de stad officieel. Die bestond natuurlijk al als, als dorp of als leefgemeenschap, maar dan weer officieel erkend. Hmm. En, dan, en daar staan wel bepaalde voorwaarden. Uh, uh, tegenover. Dus dat is eigenlijk een soort onderhandelingscontract tussen het hoogste gezag en, um, en de, de groep mensen die zich wil verenigen en iets samen wil gaan doen. Een stad zijn, een universiteit zijn, huh? een gilde zijn, et cetera. Nou, en als je dan naar de commerciële, de opkomst van de commerciële onderneming gaat, de vennootschap in de 17e eeuw, dan zie je dat dus ook. Dus de VOC past natuurlijk Belangrijk voor de Nederlandse overheid destijds, de Republiek, om bepaalde doelen te bereiken, de handel op de oost veilig te stellen. En daar zat niet alleen een commerciële kant aan, daar zat inderdaad ook, zoals je net terecht zei, een militaire kant aan. En het bewaken van uh, forten en het, het uitrollen eigenlijk dus van de militaire macht van Nederland in die uh, gebieden. En uh, bij de Britten was dat nog, nog extremer. Hè? Dus de East India Company, die runde heel India. Um, dus dat waren tegelijkertijd inderdaad een soort mini Overheden, maar goedgekeurd en altijd in een permanente spanningsrelatie staat tot het nationale gezag. Um, en het nationale gezag vereist uiteindelijk uh, dat deze bedrijven een publiek belang zouden dienen. Dus wat we uit die vroege geschiedenis van de vennootschap ook hebben, is die, die notie dat een, een onderneming er niet is voor commercieel gewin, maar uiteindelijk voor een publiek belang. En wat dat publiek belang dan is, ja, dat is open voor discussie. Um, dus de overheid moet uiteindelijk dan bepalen waarom zijn een bepaalde ondernemingen wel of niet. Toestaat. Nou, kan het vanuit een publiek belang, dus bijvoorbeeld, rechtvaardigd zijn om uh, eh, ook een commerciële onderneming bepaalde nou, taken te laten uitvoeren die we normaal gesproken associëren met een overheid, politie, justitie, uh, legeractiviteiten. Mm. Um, in Amerika is dit nog veel verder doorgezet, omdat Amerika toch het hartland van het kapitalisme is. Dus dat denk ik goed om, uh, om ons te realiseren, omdat de invloed van, van uh, nou ja, de corporate culture en corporate law, uh, het ondernemingsrecht en, en de manier waarop bedrijven georganiseerd worden, al heel vaak natuurlijk vanuit Amerika komt. In Amerika in de 18e eeuw werd het stichten van corporations, dat nam echt een enorme vlucht. Dus de, de vroegste uh, decennia na de onafhankelijkheid van, uh, van Amerika worden gedomineerd door uh, lokale staten, uh, Massachusetts, New York, New Jersey, etc., die corporations oprichten voor publiek belang. Dan gaat het eigenlijk voor het eerst voorbij de handelscampagnieën, zoals we die uit het Europese context kennen. Mm. En dan gaat het ook om het aanleggen van wegen, van dijken. Um, het gaat over banken en de eerste verzekeringsmaatschappijen. Mm. Um, het gaat dus om uh, grote projecten waarvoor veel kapitaal nodig is, waarvan de overheid zegt: Oké, okay, er komt een groep mensen die, heeft, die wil het initiatief nemen en die zegt: Wij willen een bedrijf beginnen. En dan staat de overheid dat toe vanuit het publieke belang. Van de economische ontwikkeling van de staat. Ja, dus eigenlijk, um, om het conceptueel even scherp ja. te stellen, het, dus die bedrijven die komen eigenlijk voort vanuit een, vanuit een publieke, vanuit een politieke bepaling. Dus dat is niet, ja. dat is niet zomaar ondernemen, dat ja. is eigenlijk ondernemen omdat de overheid. Op basis heeft... van een licentie. Ja. Dus denk aan bijvoorbeeld een busmaatschappij vandaag de dag die een buslijn wil exploiteren. Hè? Dan is ja. een overheidslicentie gemeentelijk, die wordt aanbesteed. Een soort publieke dienst die ja. in de markt wordt gezet. Mm. Eigenlijk in de vroegste tijden waren alle vennootschappen zo. Net zoals die niet-commerciële vormen die ik uh, toen straks uh, toen het had over de middeleeuwen noemde. Maar er zat dus uh, nog een sterk inhoudelijke opdracht uh, aan. Dat was echt een opdracht, een concrete opdracht. Ja, ja dus dat was een. Dus, uh, dus onderne ondernemer was dus niet je eigen creativiteit verkennen om geld te verdienen, maar ja. ook die opdracht. Uitvoeren. Nou kijk, het was, waren natuurlijk wel commerciële ondernemingen, dus het was wel private investeerders, mm. uh, die natuurlijk een bepaald privaat doel hadden. Dus eigenlijk was het doel gemengd. Vanuit de investeerders was het doel winst te maken met een bepaalde activiteit. En de overheid zei dan wel of niet dat die uh, activiteit ook een publiek belang vertegenwoordigde, dat die zou worden ontplooit en stelde nadere regels. Dus ja. die kon in het in charter, dus in de oprichtingsakte, bepaalde regels dicteren, ja. waaraan die specifieke onderneming zich moest houden. Nou, dat heeft in de Amerikaanse context enkele decennia bestaan. Laten we zeggen 70, 80 jaar. In het midden van de 19e eeuw hebben allerlei staten in Amerika, want in Amerika gaat het dan om dus de lokale overheid die die licenties uitgaf, die zijn daarvan weggegaan en die hebben, idee, die hebben um, ja, dat noemt, heet dan General Incorporation Laws, dus algemene wetten aangenomen waarbij iedereen zich kon incorporaten, waarbij iedereen een corporation kon worden. En in andere, uh, ook de Europese landen, zie je dat dat voorbeeld gevolgd wordt. En vanaf het midden van de 19e eeuw ontstaat dus echt een verandering, want dan um, wordt eigenlijk dus het bedrijf geprivatiseerd. Iedereen die vanaf dat moment uh, naar nou Nederland naar de Kamer van Koophandel gaat, die kan een bedrijf registreren. Het moet dus nog steeds openbaar geregistreerd worden. Je moet dus nog steeds, als jij een BV of een NV wil beginnen, een vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid, moet jij nog steeds uh, je melden en dat moet in een register komen dat voor iedereen toegankelijk is. Um, alleen de, de inhoudelijke toets verdwijnt of mm. dat wat jij doet in het publiek belang is. Mm. Nou, en ik zie dat eigenlijk als de vertaling van het beroemde idee van, van, van Adam Smith uh, met de, uh, van zijn onzichtbare hand. Eigenlijk vanaf dat moment zou je kunnen zeggen: zeggen overheden impliciet, elk commercieel doel is in het publiek belang. De, de mm. markt is een trein, waarop mm. als iedereen zijn privaat belang nastreeft. Het publieke belang tot stand komt via het prijsmechanisme. We gaan met elkaar concurreren en daaruit staat de grootst mogelijke welvaart voor iedereen. Mm. Eigenlijk zou je die privatisering van het hele idee van wat een onderneming is in de 19e eeuw ook zo kunnen zien. Mm, mm, mm. Grappig gesproken waren er in die tijd heel veel mensen die daar een moreel bezwaar tegen hadden, met name in die Anglo-Saxische landen was, was die discussie. Um, want die zeiden: ja, maar dan kan dus een ondernemer. Uh, he, dat kan zo'n bedrijf failliet gaan zonder dat de ondernemer aansprakelijk is. Dus die kan zich roekeloos gaan gedragen. Ik noemde het toen straks even ja. al. Um, nou ja, he, omdat hij heeft geïnvesteerd, maar hij is niet aansprakelijk voor de schulden. Um, dat werd gezien als een anticapitalistische moraal die daarmee geïntroduceerd werd. Ja. Want de moraal van het kapitalisme is, he, de winsten zijn voor jou, maar de lasten de, uh, zijn ook voor jou als het verkeerd gaat. Ja. En precies dat leidt mensen tot prudentie, tot voorzichtigheid, ja. als ze risico's nemen. Um, die bezwaren zijn helemaal weggeëpt. Mensen hebben gezegd: ja, dat is wel zo, maar dat risico is belangrijk. Ja, dat dat het is wel interessant om eerst vast te stellen ja. dat er dus tijden waren waarin die ja. risico's serieus werden genomen. Ja. En uh, bijvoorbeeld als je iemand als Abraham Kuiper neemt, de ja. politicus die ook de eerste ja. Nederlandse politieke partij heeft opgericht, ja. Ja. dat is iemand die nog <coughs> heel duidelijk, dus moraal mobiliseert. Ja. Uh, vaak dan in een religieus jasje, maar het is ja. ook wel gewoon heel veel ja. ethiek bij hem. Ja. En dan politiek en zich daarmee afzet tegen de markt. Hè. Dus ja. dit echt nog een, een politieke agenda heeft om die ja. met argumenten om. Ja. Nou is die discussie nooit. Ja. Nou ja, het is wel interessant omdat ja. je dus ziet dat het pas echt tot aan het ja. einde van de 20e ja. eeuw duurt ja. Ja. voordat we helemaal die commerciële uh, invisible hand. In de 19e eeuw, het, in de loop van de 19e eeuw gebeurt dat. Um, alleen het grappige is dat op dat moment zie je ook dat bedrijven... Nou, dus op het moment dat dat werd vrijgegeven, dat, dat recht om een bedrijf te beginnen, werd het massaal omarmd. Dus ondernemers omarmden dit en er nee, ja. uh, kwamen explosief meer corporations, joint stock companies in, in Engeland, ondernemingen ja. in Nederland. Nou, Nederland liep trouwens daar eigenlijk wat achter. want Hij had nog heel lang wat meer agrarische ja. structuur. Um, maar pas in de 20e eeuw kwam dat in Nederland eigenlijk echt goed op. Ehm. Um, het, het. En. Uh, en uh, nou, dit. De zijlijn ga ik laten zitten. Maar het belangrijke is dat. Oké, okay, er komen grotere ondernemingen. Denk natuurlijk met name ook in, in, in de Amerikaanse context. bij de railroads en dan op een gegeven moment ook de, de fabrieken, de manufacturing. die echt heel groot wordt. Uh, de staalmagnaten, de Carnegie's, uh, Rockefellers. Ja. En dan ontstaat het idee: oh, maar hier ontstaat zoveel gepoelde kapitaal. dat ook gepoeld macht is. Uh, gepoelde macht vertegenwoordigt. dat we. Uh, marktmacht moeten gaan bestrijden. Dan komen de eerste antitrust-wetgevingen. Uh, dus dan komt het ja. idee dat we eigenlijk de concurrentie moeten reguleren. We er niet vanzelfsprekend vanuit kunnen gaan dat concurrentie op een markt... het algemeen belang dient, mm. maar dat we die concurrentie moeten bewaken. Ja, eigenlijk, nu dit allemaal zegt, denk ik ook... het is een soort cyclus. Dus in de 19e eeuw heb je een hele grote liberaliseringsbeweging... waar dan ja. op gereageerd wordt, ook ja. in Nederland al. Dus, ja. door, zeg maar, in Kuipers tijd, begin ja. van de... 20e eeuw. Ja. En dan heb je weer een... Dat is die, die periode van de verzuiling die nog ja. een grote rem vormt op uh, ja. de economie. Ja. En dan vanaf de jaren 70, 80 weer een enorme liberalisering. Ja. En nu zitten we dan weer in een fase waarin we weer meer antitrust sentimenten waar, uh, horen. Maar dat blijft wel een beetje hangen in de tijdschriften. Ja. Groen Amsterdammer, ja. rapporten van de ja. overheid, waar jij ook in schrijft. Uh, ja. Dus ja. het is de vraag in hoeverre dat ook ja. leeft in de realiteit ja. van de mensen die in het bedrijfsleven werken. Maar ja. in ieder geval in hun hoofd misschien. Maar in de rechtsstructuur, als ik jou goed we net ook van ja. de manier waarop dat Romeins recht nog wordt geïnterpreteerd... maakt ja. er vooraf heel veel commerciële vrijheid mogelijk. Het maakt veel commerciële vrijheid mogelijk. Omdat, hoewel er natuurlijk allerlei bufferende regels zijn. Hè, dus wat ik net heb geschreven is eigenlijk de kern van wat een onderneming juridisch is... De beperkte aansprakelijkheid van de investeerder maakt het mogelijk om risico's te nemen. Je hebt een bestuur. Dat bestuur kan wel of niet de aandeelhouder volgen. Oh. Um, maar dat alles fluctueert natuurlijk in de tijd uh, en kan verschillend weer worden ingebed. Dus bijvoorbeeld, uh, je schetste net een lijn die, die op zich wel correct is, maar ik heb er toch nog een aantekening bij mag maken. In het midden van de 20e eeuw heb je dus heel grote bedrijven in veel Europese landen en in Amerika, um, die door managers worden geleid. Dat wordt het tijdperk van het managerialism genoemd. Die zich eigenlijk vrij weinig aantrekken van hun aandeelhouders. Ze hebben wel aandeelhouders, maar wat gebeurt er? Kijk, die, in de 19e eeuw waren die bedrijven in aanvang nog redelijk klein. Een kleine groep aandeelhouders die elkaar allemaal kennen, op de aandeelhoudersvergadering met elkaar overleggen en nog één ja, groep vormen, één sociale klasse, hmm. waarin ze elkaar kunnen corrigeren. In de 20e eeuw ontstaat het wijdverspreide aandeelhoudersbezit. Allemaal anonieme aandeelhouders, een grote onderneming heeft. heeft uh, ja, Duizenden aandeelhouders die allemaal een klein stukje inleggen. Sommigen zijn wat groter dan anderen, maar ze kennen elkaar niet. En de bedrijfsleding kan dus verdeel en heerspelen. En die verschillende groepen uh, ja, hoeft daar minder mee rekening te houden. Ontstaat een veel onafhankelijker bestuur, mm -hmm. dat eigenlijk, uh, uh, en dan zeker in de naoorlogse decennia, een soort pact aangaat met de samenleving. Wij zorgen voor stabiliteit, werkgelegenheid, goede uh, arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Dat kon ook allemaal betaald worden, natuurlijk, door de dat het een gunstige economische tijd was na de Tweede Wereldoorlog. Het is dus een pak van de managers, bedoel je nu? Ja, van een managerial class, ja, die... een klasse van, van bestuurders... Mm -hmm. um, die in gunstige economische tijden conflicten kon afkopen... en uh, voor groei zorgen, aandeelhouders tevreden houden in economisch opzicht... zodat ze zich niet met de bedrijfsleiding gingen bemoeien... maar ook een aanzienlijk deel als het ware, uh, van het geld afromen en richting werknemers sturen. Um, en zichzelf vooral ook heel erg. En zichzelf. Bereiken. Natuurlijk ook, ja. Precies. Ja. Nou, en daar ontstaat dus de kritiek van Milton Friedman. Dus Milton Friedman schreef in 1970 in de New York Times zijn beroemde, ik wil wel zeggen beruchte artikel. Hè, the only social responsibility of business is to make profits. En dat is eigenlijk de steen in de vijf waarmee de hele wen neoliberale wending begint. Die zegt, Friedman zegt, managers zijn aan het spelen met het geld van anderen, van de eigenaren. Um, en daar moeten ze mee ophouden. Ze moeten gewoon geld verdienen voor die eigenaar. En ze moeten daarbij binnen de wet blijven en binnen uh, custom, binnen wat de gewoontes in de samenleving zijn. Niet helemaal duidelijk hoe ver die dacht dat dat zou moeten gaan. Um, maar dat was het dan. Um, en het aandeelhouderswaardeparadigma begint daar dus eigenlijk in die afkeer van een groot bedrijf uh, dat niet meer zo goed naar haar aandeelhouders luisterde, althans in de visie van Friedman. Um, en dat dus weer dichter eigenlijk aan de borst moet worden getrokken van het aandeelhoudersbelang. Maar het gekke is dus wel dat als die organisaties beginnen, dan is er dus een, een, een rechtsprofiel hm? van universitas. Ja. Dat maakt dat die organisaties allemaal nog een purpose hebben. Dus wat is de bedoeling van de kerk? Ja. Nou ja, laten we het spiritualiteit noemen. Ja. Ja. Wat is de purpose van de ja. universiteit? Ja. Um, bestuderen van de wereld. Um, ja. Kennis scheppen. Ja. Wat is het purpose van het bedrijf? Nou, uh, zorgen dat, dat de economie verder komt. Innoveren. Um, in ieder geval is er dus steeds nog dat labeltje van dat de overheid eraan hangt. Van ja, ja oké, okay, jullie hebben ...er is ook een bedoeling. Hè? Nou, dus nou, maar specifiek. Deze, ja, 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 een, ja, een, specifieke bedoeling, een specifiek doel. Uh, ja. Bankvoorzieningen in een bepaalde ja. staat realiseren of een weg aanleggen. Ja. Hè? En dan ondertussen zei je toen al van waar, ja. die private investeerders dachten vooral aan het geld. Ja. Maar er hing toch nog dat universitas. Nou ja, er dat was een wielwasser ja. en dat, de, de, dat klopte ergens ook nog, dat er nog een doel aan vasthing. En er was dus nog die lijn met de overheid, dat de overheid dat bedrijf haar bestaan gunde, ja. in een licentie gaf. Um, ja, dus er was ook een, een doctrine nog, waar, waar uh, de, de rechtbanken zich mee bemoeiden in Amerika: uh, dat jij niet buiten je charter om mocht gaan. Dus als jij ondernemingsactiviteiten ondernam die niet in lijn waren met waar je voor was opgericht. Dan kon je worden teruggefloten. Nou, ook dat is aan het eind van de 19e eeuw eigenlijk vervallen. Uh, die uh, die oprichtingsactes werden ook heel breed geformuleerd. Dus wat is in het belang van het bedrijf nou, alles wat is in het belang uh, van het bedrijf is. Uh, circulaire lege formules komen daarin te staan. Nou, je noemde dat woord purpose. Hè? Dus dat purpose dat wordt eigenlijk dat, dat verwatert of dat wordt gewoon veel opener ingevuld, waardoor een bedrijf maximaal wendbaar wordt. Nou, eigenlijk... Dat is natuurlijk een halve waarheid, want in al, die, in al die tijd heb je allerlei meer maatschappelijk geëngageerde ondernemers. Ja. die um, uh, Hovi bijvoorbeeld, de bierbrouwer ja. Hovi, ja. Die dan, of uh, Van Marken, ja. De, ja. Die, 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 die nog aan de die, ja. die DSM uit de grond stamt ja. in Delft. Ja. Die hebben nog heel veel purpose gevoel, maar die zitten ja. al wel in het paradigma van dat hun bedrijf gewoon mocht bestaan dat ze zich ja. hadden ingeschreven en, ja. Nee, maar dus, dus, dus er wat was al heb... geen universitas idee meer vanuit het recht, maar dat was er in hun hoofd nog wel. Ja, natuurlijk. Ja, dus, dus, dus het recht dus... en de cultuur die, die, die ja, interacteren de... met elkaar. Het recht was ja. dus veel vrijer, maar de cultuur was natuurlijk uh, nog sterk gebonden aan het, nou ja, de Rijnlandse cultuur waar we eigenlijk ja. het gesprek mee, mee begonnen. Zeker in de context van familiebedrijven of bedrijven die een belangrijke regionale functie hadden. Bedrijven die verbonden waren aan een zeil... Hè, waarin ja. bestuurders dus ook uh, in, in, in kerkbesturen bijvoorbeeld zaten... Ja. En, en, en op andere manieren aan het maatschappelijk leven deelnamen. Dus daar was natuurlijk een cultuur die nog veel meer een rem vormde. Mm -hmm. En precies dat valt natuurlijk, nou ja, we zeggen vanaf de jaren 70, 80... met de ontzuiling ook, steeds meer weg. En dan zie je dus eigenlijk dat die open rechtsvorm... vervolgens vrij spel geeft aan, uh, nou ja, de, de krachten van de markt. Ja, maar de markt, bedoel... TSM en ja. uh, die Hovi-bierbrouwerij, ja. die, die zaten natuurlijk ook nog in de markt. Hè? Dus, ja, ja. Dat is, dus krachten, ja. de, het zijn de financiële krachten binnen de markt die dan ja. winnen. Dus het gaat dan om winstmaximalisatie. Dat dus ja. is een heel dun begrip van de markt wat je dan overhoudt. Ja, hey, dus dat is, maar dat is dus het investeerdersbelang. Het investeerdersbelang. En zelfs dat, investeerders zouden ook bredere belangen kunnen behartigen. En dat is precies ook vandaag de dag weer een van de discussies. Um, maar het, is het financieel investeerdersbelang en het belang bij een optimaal rendement uh, voor, al, voor jou als investeerder. Um, het wordt ook nu, vandaag de dag, vaak uh, weer uh, verdedigd uh, door mensen die zeggen: uh, ...ja, We hebben allemaal een belang bij de aandelenmarkt, want we zijn allemaal daarvoor ons pensioen, et cetera, van, uh, van afhankelijk. Ja, nee, pensioenen zijn natuurlijk ook een soort aandeelhouderskapitalisten. Ja. Uh, dat, ja. dat, je, je, je pakt de ouderen en die, hun belangen ga je behartigen. Ja. Het ja. is een heel eenzijdige manier om... Ja. Uh, je, het is een, een nobel doel, waarschijnlijk. Want ja. je helpt dus ouderen ja. aan geld in de laatste levensfase. Maar het is wel een eenzijdig doel. Want je zou ja. kunnen zeggen, ja, is het nou in het belang van Nederland dat er zoveel rijke ouderen zijn? Of zou je zo'n pensioenfonds misschien een bredere... <coughs> Belangen moeten laten vertegenwoordigen. Ja, bredere nou, dan purpose dan, dan moeten geven, hè? bijvoorbeeld. Nou, de ja. pensioenen zijn daar dus mee bezig. Die worstelen ja. daarmee. Want ja. ze zitten daarmee dus in een spanningsveld Dat is heel abstract hoor, Rutger. Die ja. zijn er wel mee bezig. Maar ze zijn toch vooral bezig met geld verdienen voor hun aandeelhouder. Voor hun bejaarde. Als ik mensen uit de pensioenwereld spreek, dan wat ik hoor is: um, degenen de die daar besturen, ze zien de spanning, ze willen wel, maar ze kunnen niet verder gaan dan wat ja. hun achterban hen toestaat. Ja. Um, dus ze zoeken bijvoorbeeld maatschappelijke projecten op als er een win-win situatie te creëren valt, ja. waarbij die maatschappelijke projecten ook een goed rendement leveren. Ja. Zijn er maatschappelijke projecten die geen goed rendement leveren? Ja, dan wordt de, ja. uh, de case veel moeilijker. Ik heb het altijd een interessante ja. case gevonden, die, die pensioenfondsen, omdat het natuurlijk eigenlijk op een gekke manier. Ja. Um, dat geld dat er in die fondsen zit, danken we helemaal niet per se nu aan de ja. mensen die dat afgedragen hebben, de ja. bedrijven. Ja. Ik bedoel, in de eerste plaats zijn er allerlei belastingvoordelen voor bedrijven om, dat, ja. om die pensioenen op te bouwen. Dus ja. zelfs die inbreng daarvan kun je al zeggen, ja. Ja. dat is al heel erg mogelijk gemaakt ja. door de overheid, dus ja. door de mensen die nog werken nu. Ja. Maar vervolgens um, dat dat geld zo kon kwadrateren heeft gewoon ook weer met de economische ontwikkeling te maken. Dus ja. het, het, het zijn vooral rentewinsten die in dat fonds ja. zitten. Ja. Dus het hele idee van pensioenfondsen die vooral ja. verantwoordelijkheid moeten afleggen aan ja. uh, degene die pensioen uiteindelijk opstrijken, dat is ook. Er ja. zitten kronkels ja. in. Dat je zou kunnen zeggen, ja, die zijn veel meer in hun succes afhankelijk van maatschappelijke context. Ja, ja. Uh, dan van de inbreng van ja. de pensionados in ja. het gedurende hun loopbaan. Dus ik ja, vind dat ook weer zo'n constructie. Ja. Maar dan vind ik bij veel bedrijven, ander voorbeeld van een ouderwetsbedrijf ja. in de hedendaagse context, ja. bijvoorbeeld KLM, ja. die, die werken eigenlijk ook nog helemaal ja. met dat oude model van ja. de, de overheid stelt eigenlijk, uh, we willen graag een heel groot Nederlands bedrijf in de vliegmarkt hebben. Ja. We hebben ook zelf een vliegveld. Dat hebben we ook uh -huh. nog een soort van quasi in eigen ja. handen. Dat is dan in bezit van de gemeente Amsterdam, Rotterdam en ja. een deel Nederland. En ik geloof nog ja. een klein Frans vliegveld dat het nog ja. uh, ja. bestuurt. En dan is het dus heel erg dat oude model van ja, we hebben hier een markt die hebben we zelf gecreëerd. We willen eigenlijk een Nederlandse maatschappij die dat uitbaat. Ja. En daarom houden die Nederlandse maatschappij bijvoorbeeld in coronatijd ook in de lucht. Ja. Anders waren ze al nu. Ja. Zo zouden ja. ze. Uh, ja. Joost heeft ja. daar een mooi boek over geschreven ja, over KLM, ja, die is hier ook op bezoek ja. geweest. Die schetst ook hoe vaak KLM eigenlijk al iets zou zijn geweest als de overheid niet steeds zou zeggen: het is heel belangrijk wat jullie doen. Ja, 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 en dan zie je ja. dus eigenlijk een heel oud model, ja. uh, die in dat, in dat kapitalisme toch nog heel belangrijk blijft bij dat bedrijf. En dat is dan een voorbeeld, een pensioenvoorbeeld. Pensioenfondsen ja. zijn een ander voorbeeld. Ja. Ja. Ik kijk, een... sommige bedrijven, uh, daarbij zien we eigenlijk die, die oude gedachte. Dat, 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 dat heet, in de Engelse literatuur heet dat de the concession theory. Dus het idee dat een bedrijf, een onderneming eigenlijk van die concessie van de overheid afhankelijk is. Nou, die, die concession theory was dus het dominante model uit tot midden de 19e eeuw. Daarnaast is het idee is dat eigenlijk vervallen. Maar precies zo'n bedrijf als KLM, wat je net schetst. En, uh, maar bijvoorbeeld ook de banken. Hè? Daarvan zien we, nu ze too big to fail zijn, uh, uh, verklaard, of nu we het eigenlijk pas zien dat ze dat altijd al waren. Uh, dat er bedrijven zijn die eigenlijk op een soort impliciete licentie van de overheid zitten. Um, en dat betekent dus dat, ja, dat er ook veel meer ruimte is om er maatschappelijk ook je tegenaan te bemoeien. Alleen, wat is het maatschappelijk belang? Dus eigenlijk KLM vind ik zelf interessant als, als staatsdeelneming, omdat er eigenlijk drie belangen hier zijn. Er is het aandeelhoudersbelang, het financiële belang. Um, dan is er dat complexe publieke belang dat er een netwerk, het netwerkeffect wordt dat genoemd, het netwerk in de lucht hangen, waardoor Nederland verbonden is met de rest van de wereld, vanaf ja. Een van de vliegvelden ter wereld waar je, vanaf, uh, waar je naar alle uithoeken van de wereld kunt vliegen, dat is enorm voordelig. Dus veel overstapmogelijkheden, veel bedrijvigheid die zich daarom in ons land vestigt. Dat is het publiek belang. Maar het publiek belang is ook nu: uh, milieuschade verminderen, mm -hmm. uh, misschien wel het klimaat redden uh, en daarom helemaal niet meer vliegen, et cetera. Dus, maar het eerste, eerste, dus, eerste, dus die misschien... drie belangen die moeten nu zijn een enorme. Ja spanningsrelatie ja. die spanning tussen het aandeelhoudersbelang en het netwerk ja, die maar was nog nog even, nog even voor de duidelijkheid je schiet zit ja. als drie belangen van de overheid hè dus de overheid heeft zelf een financieel belang dat bedoel je toch ja ook ja, ja. oh niet ja. ook ja ja maar ze heeft ook die publieke belangen te ja, nee, ja ja Nee, dat dat even ja, duidelijk is, is dus ja. dat de overheid ook gewoon een financieel belang heeft bij, bij KLM. Ja, ja. ja, dat was dus overigens bij die, uh, bij die oude uh, concession theory, was dat niet het primair. Daar was niet het primair dat de overheid zelf ging financieren, maar het waren private financiers. Mm. Het waren vaak doelen die de overheid ook had kunnen realiseren met belastingheffing, maar waar ze op de een of andere manier ja, niet aan wilden. Dus dan zeiden we zeiden, nou dat is... Ja, zeker. Ons meer het te riskant of uh, ja, ja. We, hebben, we voelen niet de draagvlak om nu extra belastingen uh, uh, mm. te gaan opstarten. Dus we zetten dat, als, bedrijf, als mensen dat in bedrijven willen doen, prima. Ja, ja. Maar dat is anders inderdaad op het moment dat de overheid zelf aandeelhouder wordt. Nou ja, ge, dit, dit voorbeeld geeft dus al aan dat ja. de grens tussen markt en overheid ook best wel dun is. Dus ja. je, je, je maakt in het stuk de legitimiteit van bedrijven in de liberale democratie trouwens. Ik kan de kijkers van harte aanraden om even te downloaden. Ik zal het onder de, uh, ja. de video plaatsen. Um, dus, de legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie, daar maak je een paar prachtige onderscheidingen. Komen we, zo meteen, we, we zijn het eigenlijk al aan het bespreken op een bepaalde manier, maar komen we komen zo meteen nog wel weer op terug. En um, uh, nu maak ik reclame voor deze tekst, maar ik ben even vergeten wat ik al nou wilde zeggen. Um, je had het over een aantal theorieën-onderscheidingen die ik erin maak. Ja, nou ja, over die concession-theory. Dus ja. um, en over dat poreuze verschil tussen, tussen politiek en, en, en overheid en economie. Ja. He, dus dat je ja. eigenlijk al. Ja, je maakt die vergelijking met een, uh, met een zelfstandig bestuursorgaan eigenlijk. Ja. Dus je ziet veel, bijvoorbeeld, neem uh, het RIVM, of ja. het NWO. Ja. Of de Vereniging van Hogescholen. Dat ja. soort organisaties zijn natuurlijk heel ver af van de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Dus die, die hebben een eigen grote autonome handelingsruimte ja. als overheidsinstituut. Ja. Maar die staan zo ver af, maar het zijn nog wel van, heel erg van overheids. Betaling afhankelijk, ja, dus ze hebben geen ja. eigen inkomsten. Ja. Maar het is echt, de volgende stap is eigenlijk ook KLM. Dat, ja. uh, dus je ja. ziet dat het helemaal niet zo heel veel. Want ze zitten al heel ver af van Den Haag eigenlijk. Ja. Dus het NWO luistert eigenlijk heel matig naar Den Haag. Ja. Ja. En er zijn allerlei argumenten voor. Maar daarmee is het dus al een universitas, zou je ook kunnen zeggen. Even metaforisch nu. Ja. Een, uh, ja. een coöperatie van organisaties die dus zelf, heel, zelf bepalend en zelf ja. zoveel mogelijk functioneert. En dan zeg je eigenlijk: ja, sommige bedrijven die lijken daar eigenlijk heel erg op. Ja. Dat is wel heel interessant, want dat is dus niet, dat is een andere benadering dan zeggen: een bedrijf is gewoon een commercieel instituut. Ja, dus ik denk dat eigenlijk de markt in dat opzicht bestaat uit meerdere lagen. He, dus helemaal onderaan heb je hele kleine bedrijven, de bakker op de hoek, kleine ondernemingen, die, <tiedacht> ja, die, nou ja, die, die veel meer privaat zijn. Um, dan op een gegeven moment gaan bedrijven uh, een BV of een NV-structuur aannemen. Dan gaan we echt voorbij de één um, En op het moment dat ze dan groter worden. Dan komen ze heel vaak in een krachtenspel waarbij er meerdere maatschappelijke belangen in het geding worden. En dat is natuurlijk zeker bij onze grote beursgenoteerde fondsen het geval. Um, en op dat moment gaan ze dan lijken op die instellingen die jij net noemt, uh, worden het hybrides, um, die niet meer heel strak door de staat worden aangestuurd, want ze zijn toch privaat. Maar ze zijn ook niet puur privaat in die zin dat op basis van, van hun uh, persoonlijke winstprikkel uh, ze handelen. Zonder dat er grote publieke belangen op het spel komen. Nee, die publieke belangen komen wel op het spel nu. Dus ze zijn eigenlijk quasi publiek of quasi privaat geworden. Mm -hmm. En of ik zou eigenlijk zeggen, ze hebben een dubbel gezicht gekregen: ze zijn publiek en privaat. Um, en in de private lijn uh, worden ze nog steeds door hun aandeelhouders scherp gehouden. Oké, okay, financieel uh, blijft letten op een goed ondernemingsrendement. Maar in de publieke lijn is het heel onduidelijk wie hen nu scherp houdt. Er is eigenlijk een veelheid van partijen, de media, de publieke opinie, de Tweede Kamer soms, die over KLM of over welk bedrijf groot bedrijf dan ook, roept, het is schandalig en dit en dat moet anders. Maar er is eigenlijk niet een soort gestructurele, afwege, een structurele verantwoording aan een soort orgaan dat eigenlijk dat hè, parallel aan de aanbudersvergadering. Uh, die publieke, het bedrijf op die publieke belangen scherp kan houden. Het enige dat we natuurlijk wel hebben door de, de naoorlogse strijd... is uh, eh, ondernemingsraden en een bepaalde positie... in de corporate ja. governance structuur maar goed, die vol, zijn in Nederland, voor werknemers. Uh, Inderdaad, die zijn in Nederland alleen weer voor een heel groot deel... valt mij op bezig met ja. salarissen. Ja, is In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld uh, bij de NS... ook wel een interessante strijd gaan... Ja. We nemen dit op tijdens de staking ja. En dus, dat, dus, dat, dat is denk ik een goed voorbeeld van een ja. ondernemersraad die ja. uh, nog wat te doen heeft. Maar heel in de klassieke zin. Ja. Uh, je, je mist bij ondernemersraden in Nederland ook wel juist dat idee van die ja. universitas. Dat, uh, ja, waarvoor zijn we, wat, wat is eigenlijk onze purpose? Je mist een kwalitatief inhoudelijke, ja. vakmatige interesse voor ja. de plek van een instituut ja. in het ja. land. En vaak is zo'n ondernemersraad, om het even... Heel cynisch te zeggen, ook ja. een soort kapitalisme voor de, me, voor de medewerkers aan het worden. Zo van hoe kunnen, ja. we, hoe kunnen we de salaris en de arbeidsvoorwaarden verbeteren? Zou je zo ja. eigenlijk meer willen dat die vraag naar nou wat is eigenlijk onze rol in het maatschappelijk bestel meer gesteld wordt? Ja, maar kijk, ik wilde het toch noemen. Dus, want anders gaat er een uur voorbij zonder dat die specifieke verworvenheden van werknemers genoemd worden. En dat, ja. uh, dat gebeurt vaker in, in dit soort discussies. Mm. Um, omdat het natuurlijk wel een soort verbreding is eigenlijk van de ledenbasis. Van de, van de van de universitas. Dus, hè, waar dus het idee is dat de aandeelhouders ja. leden zijn van een commerciële vennootschap... Mm. is in een stelsel zoals Nederland, en zeker in, in Duitsland ook, waar er nog meer werknemersrechten zijn, is er een soort tweede ledengroep als het ware bijgekomen. Het probleem dat je schetst is dat van groepsegoïsme, hè, dat elk van die ledengroepen... Ja. dan vervolgens alleen het eigen belang gaat ja. behartigen. Maar het is in ieder geval een meer gebalanceerd eigen belang, ja. als aandeelhouders en werknemers allebei. Ja. Uh, iets te zeggen hebben binnen de ondernemer. Maar, dan, maar de andere belangen, alle mogelijke andere belangen waaraan de onderneming met haar handelen raakt, bijvoorbeeld het milieu, die zijn daarmee niet vertegenwoordigd. En dat is denk ik wat ik ook in het stuk schets. De grote vraag van vandaag. Van hoe gaan we zorgen dat die andere belangen een, een serieuze vertegenwoordiging in ja. de onderneming krijgen? Ja, nou, nou daar heb je verschillende oplossingsrichtingen voor. Dus een ja. voor de hand liggende is. Ja. Dat de overheid meer controle pakt. Een andere is bijvoorbeeld... Ja. ja, dus een revival van die concession theory zou zijn. Dat de overheid op, hè, op de ene manier weer meer eisen aan elk bedrijf gaat stellen. En voor elk bedrijf het maatschappelijk belang gaat, um, uh, gaat proberen te hard. Nou, er zijn, er zijn ja. wel light varianten denkbaar, toch? Ja. Dus, dus voor ja. elk bedrijf maatschappelijk belang bepalen. Dat ja. is wel heel erg... Ja, precies. Dat, ja. Dat, nee, maar als denkrichting. Ja, als denkrichting. Ja. Dus, ja, ja. 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 Um, en het, een, een tweede optie zou zijn dat de aandeelhouders het gaan doen. En of de werknemers, voor, voor zover die een stem hebben. Um, dus dan hmm. vraag je eigenlijk van, van aandeelhouders om zelf in maatschappelijke uh, termen te gaan denken. Dus dat gebeurt af... al in hun jaarrapportages nu. Daar is, ja. een, daar is al een beweging zichtbaar. Ja, dus er is in heel veel ESG, hè, dus Environmental, Social en Governance, uh, doelstellingen en ratings, die ja. ook steeds meer in beeld worden gebracht. Maar er is ook veel kritiek op dat die niet goed onderling vergelijkbaar zijn. Maar enfin, er is hè, een beweging gaande, althans voorzichtig, dat, dat aandeelhouders zich die maatschappelijke belangen meer moeten aantrekken. Nou, en dan. Uh, is er een, een stroming die zegt. Uh, nee, dat moet eigenlijk het bestuur doen. Dus eigenlijk niet al die partijen onderliggend die een belang hebben. Maar eigenlijk moet het bestuur zich als onafhankelijke arbiter van al die belangen opstellen. Mm. En zelf nadenken over wat is het maatschappelijk belang is. Een, dan soort, kan super, kan een kan soort supermanagement dus. Ja, kan zich laten informeren natuurlijk door alle ja. partijen. Um, maar wat niet moet ontstaan, is een soort parlement met alle partijen, als het ware, die bij het bedrijf horen. Mm. En dat die. Um, uh, Waarom niet eigenlijk? Um, ja, dat, dat is een goede. Um, dus je, je, je kunt heel, je ja. kunt heel go goed want, want verdedigen want, dat er een ja. soort derde Kamer ja. of een soort parlement daar dingen helpt met ja. toer ja. te spreken. Waarbij dat dus... zijn de vierde oplossing. Dat is het stakeholder oh, ja, oké okay. Dus dat is dus, dus de overheid? Pak dan eerst die derde nog even uit. Ja. Ja. Dus de overheid is één. Uh, de aandeelhouders, die als enige ledengroep namens alle andere belangen spreken, is twee. Dat is de status quo eigenlijk? Ja, Ja, zou ik kunnen zeggen, ja. Met zo'n met dus een juniorrol voor, ja. uh, voor de, de werknemers. Maar laten we nog even historisch inbeelden, ja. want dat past goed bij het gesprek. Ja. Dus dat um, uh, staatsmodel, um, uh -huh. dat, dat hebben we net eigenlijk ook besproken. Dat was ja. het, dat, zo ja. is het kapitalisme ontstaan. Ja. Maar ja, naarmate dus de, de honderden, duizenden vennootschappen kwamen... werd het onwerkbaar voor de overheid om per bedrijf dat vast te Precies, euh. precies dus er was ook veel corruptie bij de gunning wat ja. we trouwens ook noemen dus we moeten dat ook niet idealiseren op enige wijze die eerste periode was het natuurlijk ook een nou, had... politieke elite die de economische elite hielp aan een licentie ja om een bedrijf op te starten. Maar dan benadruk je heel erg de schaduwzijde. Je kunt ook ja. de, de zonnezijde er ook nog van zien. Nou ja, er was een soort publieke legitimatie die in ieder geval moest plaatsvinden. Ja. En de vraag is of we daar inspiratie aan kunnen ontlenen. Dat is eigenlijk de open vraag. Nu we meer, meer ja. over purpose praten. Precies. En dan ja. heb je het tweede model, dat is het tweede nou, Dan gaan we, dus het, gaan we dus het aandeelhouders vragen om meer in purpose-termen, meer in maatschappelijke en milieubelangen te denken. en die te vertegenwoordigen naast hun eigen financiële belang. Nou, dat gebeurt heel duidelijk nu. Dat gebeurt, maar er is ook een hele hoop greenwashing. Dus er is ook veel kritiek op van purpose, washing. purpose washing. Doen aandeelhouders dit nu echt? Hoe ver gaat het nu? Ja. Als ze het serieus zouden doen, zouden we dan nog een klimaatcrisis hebben, zou je je kunnen afvragen. Kun je van aandeelhouders verlangen van bijvoorbeeld Shell, dat ze zichzelf uit de markt prijzen of, of opheffen? Door in één keer te stoppen met fossiele investeringen. Ja. Zoals natuurlijk ja. uh, natuurmilieu milieuverenigingen uh, het liefst zouden willen. Maar er zijn natuurlijk meer maatschappelijke purposes dan alleen maar milieu. Hè? Dus ja. je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van. Uh, ze... ja. Uh, ze, ze hebben een taak in Nederland, dus um, uh, ze genereren veel belasting. Nou, dat doen ja. ze bijvoorbeeld ook niet. Het is ja. wel interessant om nog even te noemen van ja. een legitimatie van bedrijven is natuurlijk werkgelegenheid ja. creëren, maar ook het verdienvermogen. En je ziet wel dat Shell ja. zo'n typisch belastingontwijkend bedrijf is, dat eigenlijk ja. uiteindelijk nergens belasting betaalt, of heel ja. weinig in ieder geval. Dus ja. zelfs een strikt economische verantwoording wordt ingewikkeld daar. Ja. En ja, dan heb je nog duurzaamheid. Ja. Wat veel genoemd wordt, is natuurlijk uh, diversiteit. Dus dat ze zeggen van, nou, dit is in ieder geval een plek waar veel vrouwen aan de macht zijn, of mensen met kleur. Of, ja. uh, dat zijn dus wel verschillende ja. manieren om. Het zijn allemaal al zijn te verschillende te maatschappelijke belangen. Ja, ja. En, en zeker in de internationale context zijn de toeleveringsketens natuurlijk heel belangrijk. En de, de werkomstandigheden van de bedrijven die ja. aan jou leveren. He, dus denk aan Apple en, en Foxconn en die, de, de, de fabrieken in China in zijn algemeenheid. Ja. de dwangarbeid die daar soms plaatsvindt zoals uh, bij de Oekraïners, nou, dat zijn allemaal voorbeelden van uh, maatschap, complexe maatschappelijke belangen, ook internationaal die dan uh, ja, verenigd moeten worden. En vraag je dat dan vanuit de aandeelhouder aan te sturen? Dat is het tweede model. Dus ja, het tweede model of het derde, de derde model? Ja, het derde model is eigenlijk dat de onderneming zelf het moet doen. Dus de onderneming is niet een soort ledenvereniging van aandeelhouders. Het is ook niet meer een soort verlengstuk, een licentie van de overheid. Een onderneming is van zichzelf en heeft een purpose van zichzelf... dat in die statuten dus vast ligt. Hmm. Dus weer meer inhoudsvolle uh, ja, uh, in, in uh, doelen opstellen in die statuten. Um, en daar uh, ook dan op het, het bestuur op scherp houden. Um, en het bestuur heeft dan een... Onaf, maar ja, dat scherp houden is lastig. Want het bestuur moet dan dus een onafhankelijke rol nemen... en niet, ja. als het ware, een... Uh, een, een soort uh, positie uh, die door alle partijen, die, eh, die, die de leden als het ware zijn van het bedrijf, um, uh, ja. dat ze zich daardoor laten leiden. Dat is het vierde model, het stakeholder model. Dus dat zijn, de, dat zijn eigenlijk de opties en het idee dat je niet... Maar nog even scherper, derde en vierde model. Dus het de der, ja. derde model is dat je, dat je niet de aandeelhouders laat beslissen, maar met elkaar. Dus nee, dat... nee, dat het bestuur dus aan zet is. Dus het een bestu onafhankelijk bestuur. Ja, ja. Een sterk bijvoorbeeld over dat verhaal van Paul Polman, wat je zelf ja. ook aan had in een ja. van jouw stukken. Ja. Even kort, heel kort gezegd, ja. die, die wilde eigenlijk een, een bredere purpose voor de organisatie. Ja. Was dat vanuit. Met het Unilever Sustainable Living Plan. En die heeft dat echt als vanuit zijn bestuurlijke charisma en doorzettingsvermogen geprobeerd een heel bedrijf uh, te veranderen. Dus dat is het... van bovenaf. Dus, dus, dus dat is niet het... van onderaf door de aandeelhouders gestuurd. Die, die zagen dat en die dachten: wat gebeurt hier? En die hebben het lang toegestaan. En daar was een voortdurende spanningsrelatie mee. Maar het kwam van bovenaf, vanaf de top eigenlijk. Ja. Uh, en niet gedicteerd door, uh, door bepaalde aanhouders. Dus het is toch het derde model in jouw scherm. Dat is het derde model. En ja. het vierde model? Het vierde model is dus dat je naast een ondernemingsraad en een aandeelhoudersvergadering dus bijvoorbeeld een maatschappelijke raad zou hebben of, een, of afhankelijk van het bedrijf zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen een, een raad van de consumenten of van de toekomstige generaties afhankelijk van welke ja. maatschappelijke belangen er zijn voor jouw organisatie. Maar dat is, dat is eigenlijk een fascinerende suggestie. Kun je een voorbeeld noemen van hoe dat eruit kan zien? Nee, want die zijn er nauwelijks. Dat is dus nog echt uh, pionieren. Dat, uh, ja. dat, dat is er dus nog eigenlijk niet, omdat veel al gedacht wordt. Dat is, wordt veel te complex. Dan wordt het net als in het bestuur dat de Nederlandse uh, regering die verantwoording moet afleggen aan 17 of 20. Hoeveel partijen hebben we inmiddels in de Tweede Kamer? Ja. Dus dan wordt de fragmentatie te groot. Dus je ziet de grote huiver om, om in die richting te gaan. In het Nederlandse bestel specifiek heb je natuurlijk een raad van commissarissen die toezicht houdt op de raad van bestuur. Dus daar heb je twee lager bestuur. Volgens ja, ja. wordt gezegd dat de raad van commissarissen eigenlijk die rol zou moeten pakken. Nou, daar kun je ook een aparte discussie over leggen. Dus dan zou het dan betekenen ja. dat je in feite ja. stakeholders uh, zou moeten hebben. Verschillende ja. stakeholdergroepen die elk bijvoorbeeld een commissaris zouden mogen kiezen of afvaardigen. Nou, dat, ja. daar zijn we nog helemaal niet. Maar zou je kunnen zeggen dat, dat het misschien heel ja. maatverkeerde woord in jouw opzicht. Maar is het niet moet je niet meer een soort democratische toets inbrengen? Dus die, die raad ja. van commissarissen associeer ik toch met. Pensioen andere, zijn. Ja, in een ander stuk, dat staat niet in die WRR-notitie die je toen straks naar boven hield, maar in een ander wat korter stuk, staat ook op mijn website, heb ik een pleidooi gehouden voor een soort citizen jury, dus een soort burgerberaad, dat bedrijven zou kunnen gaan scoren op uh, hun maatschappelijke prestaties, eens in de vier, vijf jaar. Mm. En ook belonen en, uh, en straffen, dus je zou dat ook met financiële prikkels kunnen doen. Uh, alle beursgenoteerde ondernemingen, bijvoorbeeld, vanuit een maatschappelijk belang. Dus dan probeer je eigenlijk een soort verantwoordingsmechanisme te creëren. Ja, ja. tussen burgers en bedrijven. En de burgers moeten dan de rol pakken van een diverse groep van stakeholders die maatschappelijk belang heeft. Ja. Uh, en die moeten dat onderling, die belangen dus afwegen. in hoeveelheid punten bijvoorbeeld die ze elk bedrijf geven. Dat is dus een gedachte-experiment. Het uh, hangt een beetje in tussen dat uh, stakeholdermodel en het staatsmodel. omdat je dus eigenlijk een soort publiek ja. orgaan. Introduceert. Vanuit de um, overheid en dat ook legitimiteit geeft? Dat je, legtie, moet, ja. je, moet, je moet dat hebben of zoiets? Ja, bedrijven moeten dan aan die competitie ja. om het publiek belang meedoen. Maar je mag het dan zelf, die, ja. de burgers daarin, die hebben dan toch weer een eigen stem en oordeel over de situatie? Ja, die moeten dan bijvoorbeeld aan het begin van een cyclus dus een plan maken met hoeveel punten er te verdienen zijn met CO2-reductie, met dit, met dat, met verschillende maatschappelijke belangen. En dan na vijf jaar ja. kunnen zij, of, of dat zou je ook aan aan experts kunnen overlaten in juries de bedrijven scoren. Hmm. Um, en zou je op die manier dus een soort publiek gelegitimeerde... verantwoordingskanaal openen? Nou, dat is een wild plan, een wild idee. Maar nou, gewoon ja, om ja. even het denken los te krijgen... Ja. van hoe zou je die, uh, die rol... Uh, die, uh, ja, hoe zou je die vertegenwoordiging eigenlijk... van het maatschappelijk belang in grotere bedrijven... Vorm kunnen geven. We zitten door de tijd heen. Ja. Maar dat is een mooi plan. Wat is de titel van het stuk? Waarin je deze uh, burger gaat, of uh, eigenlijk. Precies de zegt, zegt, titel maatschappelijke social audit uh, iets uh, zit in de ja. titel. Ja. Want eigenlijk zeg je dus ja. een citizen jury. Dus. Dat kan. Ja, je kan het ook door experts laten runnen, maar in ieder geval dan, liever een liever niet zou ik zeggen, ja. een publiek orgaan. Dan kun je een mix van experts en burgers daarin zetten. Ja, dat is spannend wat je wil. Uh, ja. maar, maar het idee blijft dan hetzelfde. Een publiek orgaan, waar alle grotere bedrijven, dan kun je een lat ergens leggen, wat een groot bedrijf is. Uh, zich aan moeten onderwerpen aan het oordeel... om in een cyclus van eens in vier, vijf jaar... Mm. hun maatschappelijke en milieubelangen te, uh, te scoren. Met dan uh, onderliggend, leek mij een aardig idee, een fonds... waaruit je een uitkering krijgt als je in het linkerrijtje zit... in voetbaltermen uh, van de competitie. En een... Geen uitkering als je... en dus dan ben je netto betaler als je in het rechterrijkje zit. Nou, even toch nog, we zitten helemaal aan het eind ja. van de tijd... maar even, hoe zie je dat concreet voor je zo'n fonds? Is dat dan een belasting... Nee, dus een apart fonds. Dus van de overheid? Nee, van dit burgerorgaan. Dus elk deelnemend bedrijf moet aan het begin... daar iets in inleggen, soort contributie. Bijvoorbeeld 1 of 2 procent van de jaaromzet. Zoveel? Ik noem maar wat. Ja, je kunt en... ook lager beginnen. Ja, je kunt en ja. ook beginnen in, met een cyclus van ja. vijf jaar zonder financiële inleg. En dan langzaam opbouwen. Ja... Um, en dan aan het eind wordt dat fonds geheel leeggemaakt, uitgekeerd. Maar dan, uh, nou ja, denk net als dat ik mijn studenten moet scoren voor papers, uh, score je alle bedrijven die moeten deelnemen. Dat is natuurlijk best complex. Er zijn ja. ook heel veel kritiek. Ja, ik wel, maar ja, maar, maar ja, het idee is dan... Prikkels te geven. Dat dat een soort... De tweede competitie is, waaraan ze deelnemen. Dus ze nemen deel aan de ja. marktcompetitie, waarbij ze financieel gedreven zijn. Ze geven ook deel ja. aan deze maatschappelijke competitie. En dan krijg je dus het probleem dat Shell zich gaat afkopen. Die gaat helemaal niet serieus aan meedoen. Dus die schrijft dat geld direct af. En Triodos strijkt al het geld op. Nou, dan, maar... dan gaat Triodos dus uh, flink profiteren. En dat ze op een gegeven moment zal Shell dan misschien denken... Uh, ja. En, en als het voor Shell niet in stand genoeg is, dan moet het een hoger bedrag van de jaaromzet zijn. Dus je kunt natuurlijk tweaken ja. en, en proberen dat systeem... Uh, steeds beter te verfijnen. Hey, leuk dat je hier was. Ik kwam vertellen. Oh, ja. Echt een tour de force door de geschiedenis... van wat een bedrijf eigenlijk is. Ja. Maar, maar, maar samenvattend. Dus een bedrijf begon eigenlijk veel meer vanuit... Uh, vanuit de middeleeuwen als een maatschappelijk instituut... waar de ja. overheid haar goedkeuring aan gaf. De ruimte. Ja, ruimte... de kerkelijke overheden ook in die tijd nog. Hè? Dus ja. de, daar had je natuurlijk een strijd tussen kerk en staat. Dus een deel van die licenties ja. kwamen van... waren binnen de kerk. Ja, heel interessant. En ja. dan, uh, dan ja. de, in de 17e eeuw heb je grote ja. Nederlandse bedrijven en beurs. En ja. dan komt er ook een ander systeem op in de ja. periode daarna weer. Vooral in Amerika van bedrijven die gewoon kunnen beginnen als ze willen beginnen. Ja. Met dan de nodige correcties al in de 19e en 20e eeuw. Maar dan ja. vervolgens toch weer het loslaten. Ja. En jij onderscheidt dan eigenlijk um, vier modellen... Ja om dit te conceptualiseren. Ja. Nou, aan jou toch nog het laatste woord... om die even neer te zetten in, ja, in een ja, paar pennenstreken. Dus de eerste is... Het is, is een, een concessiemodel. Bij de overheidsconcessie... dus eigenlijk jouw le maatschappelijke legitimatie bepaalt. He, dus de overheid ja. moet de condities stellen... waaronder jij onderneemt en die ook controleren. Het oermodel. Uh, ja, dat is het oermodel. Uh, maar enfin, we zitten nu in een markt. Uh, dus daarin is de controlebedrijven aan de aandeelhouders gegeven. Die het tweede als, model. Als soort leden van de, de universitas die een, een vennootschap is... Uh, het bestuur moet kiezen en afrekenen. Um, het derde model is dat je zegt, um, eigenlijk tegen de agency theory, hè, dus die theorie van, van Friedman en anderen in, het bedrijf moet niet per se naar de aandeelhouders luisteren, maar door haar bestuur, uh, uh, een sterk onafhankelijk bestuur, uh, zelf worden geleid. Uh, of het bestuur moet dus niet de hele tijd naar de aandeelhouders luisteren, maar zelf nadenken, wat is de purpose, het doel van, dit, van deze onderneming? Um, en als je dat purpose dus echt dan ook definieert en, en vastlegt in de statuten, dan krijgt dat ook echt. Een soort rechtskracht. En het vierde model is dat het bestuur wel sterk moet luisteren naar anderen, maar nu niet meer alleen aandeelhouders, maar een bredere groep stakeholders. En dan zou je die stakeholders dus ook echt macht moeten geven, echt een soort vertegenwoordigingsrol in de bedrijfsstructuur. Ja, en dan maar zou je dat, dus naar zo'n burgerraad kunnen met een eigen prikkelsysteem. Dat zou één mogelijkheid zijn. Er dus zijn ook anderen die hebben gepleit voor een maatschappelijke raad. Dus toch een soort naast de raad van commissarissen nog een ja. raad van stakeholders die um, het bedrijf scherp zouden moeten houden. Hey, dank voor je komst naar de Nieuwe Wereld. Ja. Mensen, als je meer wilt lezen hierover, de legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie, kan ik van harte aanraden bij de WER. Ik zal de link plaatsen. Dank voor het kijken. Dank je wel. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.